Een hele goede morgen. Zoals je ziet is het lekker vroeg. Het is zondag vandaag. Vandaag is een drukke dag. Ik zie er nog een beetje slapig uit. Ik ga even hierheen, want er staat wind. Maar vandaag wordt wel een leuke dag. Want ik ga nu naar stal en dan ga ik een beetje laten zien wat er vandaag gaat gebeuren voor deze video. Jullie gaan mij straks al missen, want ik moet vandaag een clinic geven. En ik vind dat altijd natuurlijk heel erg leuk. Nog verder uit de wind staan. Ik vind dat natuurlijk altijd heel erg leuk. Alleen vandaag had ik gehoopt dat dit niet samen zou vallen. Want Magic heeft vandaag zijn allereerste wedstrijd. Maar natuurlijk niet met mij door deze situatie. Dus ja, ik kan er helaas niet bij zijn. Maar ik ga alles laten zien. Er gaat een camera mee met Shanika en Magic hun wedstrijd. En waarom zou je denken van nou, waarom gaat Shanika met Magic zijn eerste wedstrijd rijden? Ik heb al eerder aangegeven, zeker op Instagram als jullie mij volgen, dan dat Magic en Shanika echt een onwijs leuke combinatie zijn. En het gaat zo goed in de training. En zeker omdat er elke keer als Shanika rijdt, ik of mijn moeder lesgegeven wordt. Dus Magic gaat echt super erg vooruit. Zeiden we van joh, vind je het niet heel erg leuk om wedstrijd met hem te gaan rijden? Dus we zijn al een keer baan gaan verkennen. Dat was eigenlijk ook een beetje de eerste keer dat hij meeging op vreemd terrein met een andere trailer en een andere ruiter, noem maar op. En dat deed hij echt onwijs goed. Dus we gaan nu naar stal, even kijken hoe ver ze zijn. Ik ben al eigenlijk klaar om weg te gaan naar de clinic. De starttijden die vallen zo dat dat een beetje tegelijk valt. Dus laten we in ieder geval gaan kijken hoe het op stal gaat. En misschien kunnen we iets meer te weten komen over Shanika, want die kennen jullie natuurlijk eigenlijk nog niet zo goed. Hallo? Hallo. Oh, ik stoor je precies bij de voorpluk. Nee, dat maakt niet uit. Blijft die staan? Ja. Ziet het er mooi uit al? Ja, de maandjes zijn al lekker klaar. Oh, kijk. Mis een voorplukje nog? Nou, ga maar even naar de camera kijken, dan ben je recht. Mooi, Maggie. Nou, de voorpluk zit erin. Ja. Dan ga ik gelijk even een klein interviewtje met jou doen. Ja. Want iedereen denkt, Shanika, oh wat leuk met Magic, maar niemand kent jou. Nee. Hoe heet je? Nou, mijn naam is Shanika de Bruijn. Hoe oud ben je? Ik ben 18 jaar. In augustus ben ik 18 geworden. En hoe lang loop jij hier al eigenlijk op stal? Ik denk dat ik hier al 8, 9 jaar loop. Ja, en hoe ben je hier begonnen? Ik ben begonnen met onze Fries. Daar heb ik toen een keertje een lesje gedaan bij Daan. Toen zijn we eigenlijk uitgekomen dat ik koffie ging leasen bij Daan. Dat heb ik denk ik zo'n 4 of 5 jaar gedaan. Ja, zo lang nog? Ja, en uiteindelijk heb ik daar nog Z1 mee gereden. En kampioenschappen en zo. Ja, dat ging echt supergoed. Magic! Nu zie ik hem nog steeds, dat is echt superleuk. Ja, oude boefie. Ja. Want na jou is hij met pensioen gegaan. Ja. Had hij ook wel verdiend. Ja, hij heeft zo goed zijn best gedaan en hij was al lekker op leeftijd. Ja. Dus nu staat hij lekker in de wei. Heeft grote vriend. Grote vriend. En nou is Magic je grote vriend. Ja, nu is Magic mijn grote vriend. Ja, ik wil nu eigenlijk de camera draaien, maar ik zie nu al dat jij er veel beter uitziet dan dat ik uitzie. Dus we houden hem lekker zo. Maar de reden eigenlijk dat wij Shanika hebben gevraagd om Magic te gaan rijden is natuurlijk ook... ja, dat heb ik al uitgelegd natuurlijk en de reden weten jullie. Maar dan zou je denken, ja, waarom Shanika? Wat ze al zegt, ze heeft... ik ga gewoon de camera omdraaien. Oh, ik laat hem vallen. Jullie hebben mij in alle slechte en goede tijden meegemaakt. Maar even kijken, we weten gewoon wat we aan elkaar hebben. Shanika die les natuurlijk ook met haar eigen paard bij mij en bij mijn moeder. Dus de lessen gaan eigenlijk met Magic dan ook vanzelfsprekend. En we... Ja, als zij gewoon weggaat met de trailer, dan durven we ook... Eigenlijk ben jij de enige met je vader en je moeder dat we zeggen van... Neem maar mee, want het gaat eigenlijk altijd goed. Echt super lief. Dus dat vertrouwen zeg maar heen en weer, dat heeft eigenlijk de beslissing gegeven dat Shanika nu Magic echt fanatiek ook rijdt. Hè? Want eerst was het zo 1 keer in de week, 2 keer in de week en nu is het zelfs al een wedstrijd. Ja. Dus ik vind het super jammer om er vandaag niet bij te zijn. Ja. Maar... ik ga er vanuit alleen maar goede berichten vandaag, ja? Geen druk of zo, maar nee, oranje strikken, 70%. Geen gekkigheid, nee hoor, grapje. Maar wil je nog wat vertellen? Wat vind je van Magic eigenlijk? Nou, Magic is echt een super lief paard. Hij is mega grappig. Hij heeft echt zulke grappige karaktertrekjes, net als dit. Het is echt super lief. En hij zit echt super lekker. Het is echt... Magic. Nou, dat dus. Als je niet oplet, dan... ja, dat is ook magic. Hij ziet super lekker en hij doet enorm goed zijn best. Dus dat is echt heel gaaf om hem te rijden. Ja, en hij wordt dit jaar officieel dan 5. En hij heeft super veel geleerd. Nou, oké. Ja. Ik ga je niet verder storen. We gaan lekker poetsen. Ja. Zo goed, ik ga deze meneer nog even toespreken. Ga jij heel lief zijn vandaag. Ga je heel goed je best doen. Maak het baasje trots. Wat denken jullie dat hij nu voor antwoord zou geven? Nee hoor, maar ik ga me nu afmelden bij deze video. Mijn moeder die neemt de camera mee, want die gaat natuurlijk gewoon achter Shanika en Magic aan. Jullie zien mij nu niet meer, maar jullie zien heel veel Magic en Shanika. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik hoop dat het goed gaat. En dan zien jullie mij weer bij de afsluiting. Doei doei! Eerste proef, eerste plaats, 205 punten voor Shanika de Bruijn. Wat leuk. Tweede proef, tweede plaats, 198 punten voor Anouk Gonders. Tweede proef, eerste plaats, 214,5 punten voor Shanika de Bruijn. Protocollen heb ik hier. Ja, 2 keer 1. Hallo vriendjes. Hallo kampioen. Nou, ik ben terug van de kliniek. Magic staat al even een paar uurtjes lekker naverzorgd op stal. Ik had natuurlijk tijdens mijn pauze even gevraagd hoe het ging. Maar terwijl ik al, hallo, kom eens kijken. Had ik natuurlijk al de protocollen doorgestuurd gekregen. Shanika maakte eerst een grapje van, nou, het viel echt super erg tegen. En het heb je vieze neus. Heel erg tegen en het ging echt niet goed. Ja, weet ik. Maar toen zei ze daarna een grapje en stuurden ze de protocollen. Echt heel asociaal, gewoon bijna 72 in de tweede proef. Voor het gaan begreep ik dat de eerste proef beter ging. Eigenlijk voor het proefje misschien waar de jury punten voor geeft. Het is echt zo'n clown. Waar de jury puntjes voor geeft, dat dat dan beter werd beoordeeld. Maar voor het gaan en uiteindelijk voor de toekomst natuurlijk wat wij willen hebben. Om uiteindelijk een keer lichte toer te rijden. Liet hij echt in de eerste proef al zien dat dat echt goed was. Dat hij heel actief was en zich echt goed liet bewerken in de proef. En ook al is het dan nog maar L. Ik vind het knap. Ja, dus we kunnen nu al eigenlijk al zien dat het een super wedstrijdpaard is. Was je knap? Ik ben mijn jas aan het slopen. Maar lekker zijn vieze neus afvegen aan mijn jas. Nee jongen, niet doen. Even stoppen. Maar goed. Ja, Char vindt het ook niet leuk. Ik ga deze video nu afsluiten. Clinic geven was ook heel erg leuk. Vond het echt jammer dat ik er niet bij kon zijn. Maar goed, het liep zo eventjes tegelijk. Ik ga nu de filmpjes terugkijken die opgenomen zijn. Mijn moeder heeft Shanika natuurlijk geholpen met losrijden. Aan het begin had ze hem heel eventjes aan de longe voor de zekerheid. Dus ze zegt, ja, ik had echt mijn handen niet vrij. Dus alleen de proeven staan erop. Dan hoop ik dat dit een leuke video is geworden. Laat even achter in een reactie wat jullie van de nieuwe combinatie voor even vinden met Shanika en Knap Magic. En dan zeggen we weer tot volgende week. En leuk dat jullie hebben gekeken. Zeg maar doei. Doei, doei, doei.